telkens weer. Motorkleding is natuurlijk een heel speciaal soort kleding. Het moet aan een hoop eisen voldoen en het moet ook nog mooi zijn. Het is dus best een uitdaging voor ontwerpers van motorkleding om een goed pak te maken. Maar ik wilde vandaag ook echt eens kleding testen. En Lookwell Bike Fashion, die durfde die uitdaging aan. Hey, wat is dit dan, joh? Jos. Hey, Bart. Goedemiddag. Dat is een warme hand. Ja, wel een mooi ding dit. Lookwell zit al 33 jaar in de motorbusiness, in de motorkledingbusiness. Ja, dat klopt. Ja, het lijkt me dat jij de uitgesproken persoon bent om mij wat te kunnen vertellen over functionaliteit en veiligheid van motorkleding. Vertel wat je wil weten en ik leg het je uit. Nou, ten eerste zijn er natuurlijk twee soorten, hè? Textiel, leer. Ja. Eigenschappen. Ik wil testen namelijk. Oké, okay, textiel makkelijk, functioneel in woon-werkverkeer. Leuk met ventilaties, waterdicht te maken en zo goed mogelijk veilig. Leer optimaal. Ik zie hier bijvoorbeeld een voorbeeld. Ja, dat is een all-weather jas. Ja? Nou, dat is goede textiel, mooi dichtgemaakt, uitneembare membranen en ventilatie als het echt warm is. Ja. En de veiligheid hangt af van de protectors. Dit soort stukken die daarin zitten. Hey, maar ook glijden, slijtvastheid van textiel. Zolang het op zijn hardstukje gaat, is het goed. Zolang het niet te hard gaat, is het goed. Maar als de hitte afgevoerd moet worden, is textiel dun. En dan kan je nog wel eens een plekje. Maar de naden zijn wel sterk genoeg. Zo sterk mogelijk, maar ook dat heeft zijn grenzen. Oké. Okay. Nou zie ik hier ook een apart soort protector. Ja, dat is om die textiel dan toch op die kwetsbare plekken sterker te maken. Hier zit het in. Ja, zie je het hier? Je ziet het hier, ja. Kijk, deze jas heeft dus aan die buitenkant die extra punten, aan de binnenkant ook. Maar hier willen we dus het asfalt van je weg. Ik wou zeggen, eigenlijk voor dat glijden, hè? Ja, ja. Dat noemen we de puntbelasting. Elleboog, bam, hard in het asfalt. Gebeurt er gauw wat. Nou, uiteraard allerlei modieuze vormen en maten te krijgen. Oh jongen, je kan het zo gek niet bedenken. Ik heb hier een aardig voorbeeldje. Kijk, ook voor de dames. Het is wel getailleerd meteen, hè? Ah, je hoeft niet meer in het zwart te rijden en je moet er ook gewoon lekker modieus uit kunnen zien. Dit is dan ultiem sportief, geventileerd, functioneel, veilig en een hoop toeters en bellen. Maar dat kan ik je ook eventjes hier laten zien. Hier zie je hem van die cups aan de buitenkant. Ja. Ook weer hier die slide protectors. Metaaldelen. Comfortdelen, stretch, lucht. En als je aan de buitenkant kijkt, heb je die zo'n lekkere uitgezakte kont in ieder geval. De beertjeskont. Ja, precies. De beertjeskont en hubbel. Bult, je noemt het maar. Al die dingen bij elkaar maken dat het ding comfortabel en optimaal veilig is. Dus jij zegt, ja, optimaal veilig? Ik zei optimaal. Nou, dat ga ik even testen. Gestoord. Nou, dat is één ding wat zeker is. Het is niet mijn dagelijkse hobby achter een motor te gaan hangen. En hoe dit avontuur afloopt, dat zie je in deel 2 van de kledingtest na de break. Nou, voor deze test heb ik mijn grote veiligheidsvriend Arjan Everink natuurlijk meegenomen. Arjan, vertel me nou eens. Bij een ongeval op de motor, hoe verlaten de meeste motorrijders hun motor dan? Nou, wat je veelal ziet is dat mensen inderdaad al glijdend de motorfiets gaan verlaten. Ja. Dus ik ben ook heel blij jou in zo'n prachtig superpak te zien. Ja, maar zeggen, vol met protectie. Daarom. Nee, maar het is dus vaak zo dat juist glijdend de motorfiets verlaten heeft natuurlijk grote invloed op je kleding. We hebben daar heel vaak over gesproken, over spijkerbroeken en noem het enzovoort. Levensgevaarlijk. Precies. Zelfs heeft een pak een remvertraging, wat de meeste motorrijders niet eens durven te remmen. Nee. Ja, maar ik heb een leuk idee voor vandaag, want... We gaan eens even testen. Jij wilde graag stuntman worden, want kijk eens wat ik hier heb meegenomen. Een motorfiets met een, kijk eens, een hele mooie ski-kabel eraan. Ja, nou, dus jij als stuntman, we gaan het doen. Be my guest. De test die we nu gaan doen zal meer belasting opleveren aan het pak dan normaal. Ik word namelijk over een afstand gesleept van 60 meter bij een constante snelheid van zo'n 40 km per uur. Deze afstand is dus langer dan bij een daadwerkelijke valpartij van rond de 50 km per uur. De test geeft echter een goed beeld van wat een pak aan moet kunnen. Uiteraard raden we aan dit niet zelf te proberen. Op die bad! Hey! Nou, overleefd? Zeker wel.
Maar als ik zo naar je pak kijk, dan ben ik wel heel blij dat je dit goede pak aan had en dat je niet in de spijkerbroek bent geweest. Nee, hè? Want dan had je het toch nog even anders gezien. Jezus. Des te meer als je nagaat dat we nu een ongeval hebben gesimuleerd van ongeveer met 50 km per uur. Ja. Dan zou je, ik heb hem nu iets langer gesleept, omdat wij gewoon wat langzamer hebben gereden. Maar als je dit effect ziet... Jongen, dat wordt al een partij heet in zo'n pak, ja, dan. Ja. En nu voel je het inderdaad nog dat het redelijk omlaag blijft, ja, maar een spijkerbroek inderdaad die zegt. Nou, ik hoop eigenlijk dat we hiermee alle discussies over kleding hebben afgesloten. Veilige kleding telt. Klaar. Klaar. Einde oefening. Hebben we nu gewoon gezien. Ja. Jos. Dit pak werkt. Ja, en dan ga je me zeker vertellen dat je nog een all-weather pak wil testen ook, terwijl de zon hoog aan de hemel staat. Ik ga gewoon dat ding in de regen testen, daar weet ik wat op. Kom maar hier. Die? Ja, neem mee. Hoezo geen water op een zonnige dag? Laat het maar aan ons over een locatie te vinden voor deze test. Ja, dit zal je natuurlijk zelf niet zo snel doen, maar het is wel de ultieme manier om een all-weather pak te testen. Hè? Lekker veel water. Ja, wat je allemaal niet in een wasstraat kunt doen. Nog meer fluffies of death. Nou, tijd om te kijken of het ook daadwerkelijk geholpen heeft, dat pak. Nou, er is wel wat doorheen gedruppeld, maar dat komt uit de kraag. Ja, die krijg je natuurlijk nooit allemaal water dicht, maar voor de rest. Sorry, voor de rest. Voel droog. Mijn broek is helemaal niet nat van binnen. Laarzen zijn ook nog waterdicht. Nou, ik zou zeggen, test geslaagd. Nou, als ik buiten een douche ga nemen, dan trek ik een all-weather aan, dat is duidelijk. Jos, een pak houdt hier op. Dus handschoenen zijn wezenlijk belangrijk voor de veiligheid. En daar begint deze. Vertel. Je landingsgestel. De bescherming op de knokkels en de binnenkant. Voor de grip, soepeltjes. En je hebt soorten. Je kan zo'n ding helemaal racy hebben, helemaal flexibel. Je kan iets met ventilatie hebben, waarbij de knokkeltjes toch weer beschermd zijn. Ja, kleuren. Je kan ze in kleurtjes hebben. Kortom, net zoveel handschoenen als mensen. Oké. Okay. Nou, ik heb vandaag wel voldoende stuntman uitgehangen, denk ik. Dank je wel voor je uitleg. Jij hebt je geamuseerd. Ik ga mijn honden likken. Doe je best.